Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan weer op mijn prachtige piratenschip. En vandaag heb ik geweldig nieuws. Ik heb namelijk een hele belangrijke taak op mezelf gegeven. Oh, dat was niet slim. Ik heb mezelf een hele belangrijke taak gegeven. En het heeft te maken met een nieuwe bootbouw. Hij is niet zo groot als deze. Het gaat een redelijk klein bootje zijn, maar wel een heel belangrijk bootje. Maar voordat ik jullie ga vertellen over deze mega belangrijke taak, ga ik even mijn brievenbus bekijken, want mensen zei dat ik in mijn brievenbus moest kijken. En daarin zit een boekje. Grote roeiboot van Rick Force. Ik heb op het moment helemaal geen eten meer bij me. Dus we hebben 5 hartjes en daarmee moeten we het doen. Gaan we eventjes hier op mijn kapiteinstoel zitten. Beste piraat Makneus. Makneus? Wat is dat nou weer? Hij valt op... Nou, hij is op zich best wel groot. Mijn neus is wel groot. Waarom word ik nou gepist met mijn grote neus? Hierbij wil ik u aankondigen dat u niet meer alleen bent met de cowboy. Er is een nieuwe speler in de stad wie eens een hartig woordje met jou wilt spreken. Je zult mij misschien nog wel kennen. Ik ben een tijdje weg geweest op excursie naar vele delen van de wereld. Waar ik altijd verbleef in de meest luxe steden. Dit heeft mij gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik wil het met u hebben over uw zielige leven. Zo niet modern en oud. Wat? Zielig leven? Ik zie dat u een grote roeiboot heeft. Een roeiboot? Dit is een piratenschip, hallo. Waar zijn de motoren? De containers voor mijn luxe spullen? Dit is gewoon oude troep. Ik eis dat u als zogenaamde piraat ophoudt met die oude zooi. En een groot vrachtschip voor mijn pakketjes gaat bouwen. Nee, want dit slaat natuurlijk nergens op. Het slaat inderdaad nergens op deze brief. Mocht u het hier niet mee eens zijn, mag u altijd langskomen bij mijn riante villa aan het water. Met vriendelijke groet, meneer F. Meneer F? Meneer F? Is hij online? Nee, ik ben als enige online. Jongens, dit heeft niks te maken met de boot waar ik het eerder over had die ik ga bouwen. Dit is onzin. Ik ga nu heel even snel... Oh, dit gaat... Niet overleven. Oh mijn god, ik heb het wel overleefd. Toen ik naar beneden viel, dacht ik echt, dit is het. Ik ga dood. Ik heb nog maar 1 hartje. 3 hongerdingetjes. Dus laten we heel even snel langs de winkelvallei gaan. Even wat eten kopen. En dan gaan we daarna terug om even mijn boot te bouwen waar ik het net over had. En ook vertellen waarom, wat die belangrijke taak is. En dan wil ik echt even een hartig woordje spreken met die stinkgoors. Ik bedoel Rick Force, sorry. Meneer F. Maar voordat ik naar de winkelvallei ga, jongens, moet ik altijd wel even een beetje vleesjes hier en daar aan agent 002 en agent 001 geven. Altijd een belangrijke taak. Daar komt hij. 1 en 2. Hoppakee. Benny, jij bent met pensioen, dus jou laten we lekker zitten. Ik ga even de dochter van Benny, oftewel Debbie, meenemen. Zo. Scheuren we even naar de winkelvallei. Hebben we hier agent 003. Dan gaan we ook even een stukje vlees geven. Hoppakee. Komen we hier bij de sushi tent aan van René en Floor. Dan neem ik als goed is even 2 diamonds. Dat is wel... Ik wil eigenlijk van die diamonds een paard kopen. Maar daarvoor moeten we even nog wat meer diamonds hebben. Hey joh, maar, Debbie, wat zijn we aan het doen? Ik probeer hier een stukje op te nemen. Maar daarvoor hebben we meer diamonds nodig. Oké, hebben ze hier... Hoppakee. Zo, dan hebben we een nieuw vlees, jongens. Lijkt wel alsof er wat vreemds is gebeurd met meneer KB's nieuwe paardenwinkel. Ik denk dat de YouTuber Makkers daar iets mee te maken heeft. Maar dan moet je maar naar zijn kanaal gaan. Naar het kanaal van Makkers. Goed, jongens, laat ik het maar dan gelijk hebben over de hele spannende, belangrijke taak die ik heb. Er komen namelijk 3 nieuwe spelers in Content Veen. Je hoort het goed, 3 nieuwe spelers. Maar die spelers moeten natuurlijk nog opgehaald worden. En die zijn nu helemaal niet op het continent van Content Veen. Die bevinden zich helemaal op een ander, willekeurig, ver land in niemandsland. Dus het is aan mij om even een nieuw klein bootje te bouwen. En de bedoeling is, denk ik, althans dat is mijn bedoeling. Zo even Debbie hier neerzetten, zo. Dat ik ongeveer hier het bootje ga bouwen. Hij gaat niet al te groot worden. Ik denk dat het best wel een klein bootje wordt. Dan kunnen we daarmee volgende aflevering weg gaan varen. Of het einde van deze aflevering. En dan in het begin van volgende aflevering zijn er ineens 3 nieuwe Content Veen spelers. Dus ik denk dat ik hier een klein bootje ga bouwen. Letterlijk niet al te graag. Gaat absoluut niet zo groot worden als die. Gewoon een simpel klein bootje, weet je. Kunnen we daarmee op avontuur gaan. Dan moet ik meneer KB even informeren dat hij een welkomstcomité op gaat zetten. Want ik ga ze ophalen natuurlijk, de nieuwe Content Veeners. Maar als ik terugkom, wil ik wel dat ze ergens gewoon worden opgevangen met een warm hart, weet je? En wie kan dat nou beter dan meneer Cowboy? Ik denk dat ik even wat spulletjes moet gaan verzamelen en dat ik dan lekker de boot kan bouwen. Dus 3, 2, 1, jongens, daar zijn we weer en het nieuwe kleine piratenschipje is af. Het is letterlijk een kleine baby van het piratenschip dat ik al had. Waren natuurlijk mijn grote daar. En deze kleine hier is, eigenlijk gewoon 1 op 1 die boot, maar dan...
klein gemaakt. Mijn oude boot heet natuurlijk de smalle knaller. En dan noemen we deze de vliegende knalnoot. Dat vind ik wel leuker. De vliegende knalmoot is de boot waarop we de 3 nieuwe Content Venus gaan halen. Ja, inmiddels zitten jullie al helemaal vol spanning. Wie gaan die 3 nieuwe Content Venus zijn? Dat zeg ik nog even niet. Maar ik ben in ieder geval heel blij met het resultaat, jongens. Laten we heel even eraf springen zo. Hoppakee. En dan gaan we even het eiland hierop om te kijken. Ik heb nog de 3 shockerboxen met spullen bij me waarmee ik de boot gebouwd heb. En ik heb uiteindelijk voor best wel een andere locatie gekozen dan dat ik zei dat ik ging doen. Dit is met een hele simpele reden. Dat ga ik zo meteen laten zien. Eerst eventjes zo de boot laten zien aan jullie. Kijk, nu kan je vooral zien dat het echt gewoon een kleine versie is. Dat konden jullie natuurlijk al de hele tijd zien, maar nu al helemaal. Hallo, Debbie. Huh? Ja, oh, het is wel Debbie, ja. Kijk dan, jongens. Kijk hem lekker shine. En deze boot heeft wel zijn zeilen naar beneden. Deze is daadwerkelijk aan het varen natuurlijk. Kijk, de grote piratenboot, daar heeft ze zeilen gewoon omhoog zitten. Maar, kijk hem nou. Ik vind hem zo ontzettend leuk, jongens, deze boot. Ik ga het einde van deze aflevering, stap ik daar achter het stuur en dan gaan we varen. Zoals een echte piraat, met mijn piratenhoed. Maar waarom ik hem hier geplaatst heb in plaats van daar, jongens, dan gaan we heel even met Debbie weer terug die kant op. Dat is met een hele simpele reden. Althans, het heeft meerdere redenen, maar de hoofdreden is... Hallo, kapitein Bruinbaard. De hoofdreden is dat als ik hem hier zou plaatsen, jongens, hier bij mijn steiger. Ten eerste, de steiger is te hoog, dus dan zou het er een beetje raar uitzien. En dan zou je zeggen, ik kan een lagere steiger bouwen, dat weet ik. Maar ten tweede, dat zou mijn plannen voor de toekomst in dit, hoe noem je dit? Dit bijtje hier, zou dat een beetje verpesten. Als ik hem hier plaats, zou je niet meer echt ruimte hebben voor iets heel groots hier misschien. Misschien wil ik hier wel helemaal niet iets groots bouwen, maar... Nu die daar staat, dat is gewoon zo'n mooie locatie als je hier staat. Je hebt nu gewoon mijn boot die daar gestald staat natuurlijk. En dan heb je nu de kleine vliegende knalnoot. Vliegende knalboot, dat kan ook misschien. En het is echt gewoon alsof hij erbij uitvaart. Het geeft het een beetje iets meer verhaal, vind ik. Als ze hier allebei zo stilstaan, dan staan ze er maar een beetje. Maar nu is het echt alsof er daadwerkelijk ook beweging is. Alsof er een beetje dingen gebeuren hier in Piratenland. Dan gaat gewoon echt een boot weg, weet je. Ja, en ik vind het er gewoon echt goed uitzien. Laten we heel even slapen. Ik vind het er gewoon oprecht goed uitzien. Piratenland krijgt langzamerhand telkens meer vorm, jongens. We hebben hier mijn 3 huizen, waaronder mijn stal en zo. We hebben daar natuurlijk het schedeleiland. We hebben daar mijn grote, smalle knaller. De vliegende knalboot. De schat van kapitein Bruinbaard op de schiereilanden, waarvan nog heel veel eilanden gevuld kunnen worden. En dan hebben we nog dit lege gedeelte hier. En hier wil ik denk ik heel snel mee aan de slag gaan. Want ik zat er misschien aan te denken, jongens. Dan moeten jullie maar zeggen of jullie dat een leuk idee vinden of niet in de reacties. Om hier een soort piratenwaterval te maken. Gewoon een waterval te maken. En daarachter een piratengrot met heel veel schatten. Dus dan moet jullie even in de reacties laten weten of jullie dat een leuk idee vinden. In ieder geval, de boot is gebouwd. De nieuwe spelers van Cold Dead Vein kunnen worden opgehaald. Maar ik heb even een dingetje te doen. En dat is namelijk dat stomme boekje. Oh, waar heb ik dat gedaan? Het boekje van Rick. Over dat ik een containerschip moet gaan bouwen. Ja, dag! Maar voordat ik Rick zijn kant op ga, heb ik hier Floor die eventjes met mij wat dirt wil verkopen. Ik heb hier gewoon heel veel dirt voor haar. Die vroeg namelijk of ik nog wat dirt voor haar had. Dan kon ik dat overkopen, of althans overkopen, aan haar geven. Dan zou zij mij daarvoor betalen. Ik weet niet wat ze ervoor wilt geven, maar kom maar op. Ze heeft vast wel iets goeds. Je hebt vast wel iets goeds, Floor. Diamonds, hoeveel zijn het er? 15! Dat is precies... Dat is niet genoeg voor een paard. Oh mijn god. 15 diamonds is echt heel veel. Floor? Dankjewel. Oh, ze is weg. Dit is echt helemaal top, jongens. 15 diamonds. Daarmee kunnen we bijna... een nieuw paard kopen die veel sneller is dan die oude troll Benny die ik heb. Dan moet ik zeggen, Benny is wel het OG paard. Jullie kennen Benny allemaal? We houden wel van Benny. Snel de 15 diamonds even veiligstellen. Hier in mijn ender chest natuurlijk. Hoppakee. Dan wil ik nu heel even iets testen, jongens. Want er is volgens mij dus een pad gebouwd vorige aflevering... naar de basis van de boselfjes en de basis van René en Floor. Dus laten we heel even snel simpel op avontuur gaan. Heel even kijken of daar daadwerkelijk nu gewoon mooie paden zijn. Dat betekent dat we bijna nooit meer via de nether te hoeven. Nooit meer via de nether te hoeven te gaan. Jemig, ik denk, waarom klopt die zin nou niet? Betekent dat we nooit meer via de nether hoeven te gaan. Bijna nooit meer. Kijk, dat is hier langs de nieuwe regenboogwinkel of de wolwinkel. En dit zou nou zoveel beter zijn op gewoon een snel paard, hè. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat er gewoon eindelijk een keer een pad is gemaakt. Dat is altijd zo zonde dat deze... Want dit gedeelte van het continent zien jullie bijna nooit... Omdat er gewoon nooit een pad was. Er was een minder aanleiding om hier gewoon even snel langs te gaan. Maar kijk dit nou, hoe prachtig dit gedeelte van het continent is. Dit zie je gewoon nooit zo snel. Maar het heeft mooie bergen, boompie. Kijk dat dan. Dat ziet er toch goed uit, jongens. Nu gaan we langzaam naar het noorden. De boselfjes en René en Floor, die wonen natuurlijk in het noorden. Dus kijk nou hoe een leuk pad dit is. Je wordt toch helemaal vrolijk van als je hier moet rijden. Puur omdat dit pad hier is, wil ik gewoon vaker naar het noorden toe rijden. Helemaal langs de bergen moet je hier omhoog zelfs. Oh, dit is echt cool. Dit is echt een cool pad. Dan moet ik door de berg waarschijnlijk inderdaad. En dan kom je aan... Ze noemen het volgens mij Japan. Ik snap het ook wel, want het is wel echt een Japanse basis dit. Kan ik ergens mijn paard even kwijt, hier simpel? Ja, hier, kijk. Hier kunnen we mijn paard kwijt. Zo, jemig jongens. Hier is veel veranderd.
veranderd sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest. Dat huis is helemaal af. Er staat hier een grote nieuwe tempel. Laten we weer binnenkijken. Oh, oh, dit zijn de stallen. Oh, joh, dit zijn... Oh, wat een schattig paardje. Dit zijn de stallen van hun. Hier is de route naar beneden. Kijk, Floor, lekker bouwen daar. Ze is lekker druk bezig. Zullen we laten schrikken? Gewoon eraf slaan. Oh jee. Oh jee. Dat ze doorhebben dat ik er ben. Volgens mij heeft ze niet door dat ik hier ben. Wacht. Ik hoop dat ze schrok. Schrok je? Ik schrok zo erg. Ja, ze schrok. Oké, okay, mooi. Oh, kijk nou hoe leuk dit er allemaal uitziet, jongens. Kijk nou dit. De katten hebben gewoon een troon hier. En de hond zelfs. Maar wat nou absoluut het mooiste is aan deze basis, jongens. Dat was het mooiste. Een van de leukste dingen. Dat ga ik jullie nu laten zien. We moeten naar beneden springen. Hun officiële ingang is eigenlijk niet door de berg. Maar hier beneden bij de tempelingang. Heb je twee mega grote drakenhoofden. En dan een coole tempelingang. En als het goed is, is die nog niet in gebruik. Maar volgens mij is de bedoeling dat je uiteindelijk met een soort lift dan omhoog gaat. En dan kom je daar bij de andere tempels uit. Maar kijk hoe cool dit eruit ziet. Die mega drakenhoofden. En nu we hier toch zijn. Nou, mijn paard is trouwens wel nog boven. Wacht, we gaan eerst even... Ik heb een idee. Even een bootje halen. Oh nee, niet. We gaan niet met een bootje. We gaan met de nieuwe paden. Want er is ook een pad naar de boselfjes. En die wil ik ook even belopen. Maar gaan we hier de tempelingang in ieder geval naar binnen. Even kijken waar ik hier naar boven kan. Er moet hier ergens een waterlift zijn volgens mij. Ga ik hier met een waterval naar beneden. Au. Volgens mij zijn dit de waterliften. Oh mijn god, wat is dit? Het is nog niet helemaal af zo te zien. Ga je gewoon de grotten doorlopen. Misschien kom ik er wel. Ik ga dood, ik ga dood. Oh, ik ging bijna dood. 1 hartje. 1,5 hartje. Oh, ik heb mijn armor net op tijd aangedaan. Oh mijn god, ik ging bijna dood. Ik ging echt bijna dood. Blijkbaar is er hier een tijdelijke... Oh, daar. Kijk, hier is een tijdelijke ingang. Zeg, Japan is wel gevaarlijk hier. Hoppakee. Zo. Stelletje samurai's dat hier allemaal wonen. Goed, een complete rondleiding komt binnen. Korte keer, jongens, zodra we een server tour gaan doen. Maar daar is de server nu nog niet aan toe. Er moet er nog veel meer gebouwd worden. Dus we komen hier later nog een keer terug. Dan hebben we de prachtige bergroute weer naar beneden. En dan moet ik even kijken waar de splitsing is naar de boselfjes. En dat is namelijk nog verder naar het noorden. Ah, hier links al. Kijk, daar is de winkelvallei. Maar dan moet ik hier gewoon... Kijk, hier staan bordjes ook. Span. Span? Hallo. Winkelvallei. Zo. René en Floor. En dan boselfjes is er rechtdoor. Natuurlijk zijn de boselfjes rechtdoor. Het zou het een werk zijn geweest om dit pad helemaal te... Een drinkbak onderweg voor de paarden. Hier, kan je even drinken, Benny. Even pauze genomen en zo. Ze hebben zelfs drinkbakken onderweg voor de paarden. Ongelooflijk. Oeh, ik had van hem hier volgens mij al het land van de boselfjes. Ja, kijk, dat is daar. We zijn er bijna. Ik kom gewoon nooit zo vaak in dit gedeelte van het land, weet je. We gaan hier even een bruggetje over zo te zien. Maar ik moet zeggen, nu ik hier een keertje reis zo op mijn paard... Ik weet het niet. Je gaat gewoon het continent van Content V meer waarderen. Oh, ja. Dit ziet er ook mooi uit, jongetje. Jongetjes. Dit was gewoon heel vreemd. Ik wilde zeggen, dit ziet er ook mooi uit... Jongens, zo'n bruggetje. En vervolgens maak ik ervan. Dit ziet er ook mooi uit. Jongetjes. Nou, dat vond ik heel raar. Sorry, het spijt me. Dat was niet mijn bedoeling. Ze hebben zelfs een uitkijkpunt hier gemaakt. Wacht. Dus ik mijn rendedist even op zijn allerhoogst zet. Oh, ik dacht misschien kan ik Japan dan zien. Maar volgens mij achter die berg daar is de basis van Flora en René. Ik kan het net niet zien vanaf hier. Maar je kan wel heel ver kijken. Nou, je ziet dat we echt in het noorden zijn aangekomen. Want er is hier gewoon sneeuw. En zo vaak zien wij sneeuw niet in mijn Minecraft Survival serie. Omdat we echt nooit zo ver in het noorden komen. Ja, dit pad is helemaal goedgekeurd, jongens. We zijn er nu bij de boselfjes. Hier is het kasteel. Het is volgens mij gewoon een Iron Golem farm. Ja, dat is een ijzerfarm. Het blijft altijd leuk om hier te komen, jongens. Dit is zo'n leuke basis om rond te lopen. Vooral als je hier in het hofje terechtkomt zo. Kijk dit nou. Hoe leuk is dit? Ah, wat gebeurt er? Sorry, Benny. Het is ook echt een stuk groter geworden in al die tussentijd. Ah, sorry, Benny, Benny, sorry. En nog steeds een mysterieuze kluisdeur van Joris waar ik niet in mag kijken. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Maar goed, tijd om gelijk eigenlijk weer terug te gaan. Ik had hier niet zoveel te zoeken, maar ik wilde gewoon even het pad testen. Dus we zijn best wel lang gaan rijden. Eigenlijk voor niks, maar ook eigenlijk wel weer voor wel wat. Gewoon voor de ervaring. Dus laten we snel teruggaan naar mijn eigen piratenbasis. Goed, jongens, we zijn 4 uur verder in het leven. Ik heb inmiddels gedoucht, omgekleed, weet ik veel wat allemaal. En het is tijd om naar die stinkgoors... Ik vergis me. Ik mag me geen stinkgoors meer noemen. Het is tijd om naar Rick Force te gaan, meneer F. Als het goed is... Even kijken. Ja, hier heb ik het boekje. Het is tijd om maar meneer F te gaan, want die heeft mijn ender egg gestolen. En die beweert dat dat een roeiboot is. Nou, blijkbaar heb ik dus een nieuwe roeiboot erbij gebouwd. En dat ik een cargo schip moet gaan bouwen, een containerschip. En daar zijn wij het dus absoluut niet...
niet mee eens. En ik wil gewoon mijn Enderegg terug. Dus ik ga even naar meneer F toe. Oftewel Rick. Even kijken of we wat kunnen overleggen. Kijken of ik mijn Enderegg gewoon terug kan krijgen. Anders ga ik hem plunderen. En dan is zijn stad, of zijn weet ik wat moderne stad die hij beweert te hebben, helemaal niks meer waard. Dus zoals ik net al zei, dat ik eigenlijk nooit meer via de Nether wil, gaan we nu even de Nether in. Want meneer F is zo modern, maar heeft gewoon nog geen pad of weg naar zijn basis. Dus we moeten helemaal ouderwets via de Nether gaan. Oké, volgens mij is dit de Nether portal. Even kijken. Ja, daar zijn we. In de moderne stad, waar huis 1 bijna af is, zo te zien. Oeh, en daar zal je Rick hebben. En Makkus woont hier ook. Jongens, mijn aartsvijand Makkus, die woont bij Rick. Hallo? Hallo? Hey, daar zou je hem hebben, joh. Hey, wacht hey. Even hoor. Daar zou je hem hebben. Hey, goeiedag. Hey, meneer F, de dief. De grote piraten-cowboy-dief. Piraten-cowboy-dief? Piraten- en cowboy-dief, dat ben jij. Jij bent meneer F, toch? Ik ben meneer Force, inderdaad. Goeiedag. Ja, jij bent meneer F, inderdaad. Meneer Force. En jij hebt mijn Ender Dragon Egg gestolen. En beweert dat mijn roeiboot, oftewel mega prachtig piratenschip, vervangen moet worden voor een containerschip. Ja, inderdaad. Ja, een containerschip. Kijk, ik verwacht veel pakketjes. Mijn huis is in aanbouw. Ja, ik kan het zien. Ik verwacht nog mijn meubels en zo. Ja? Ja, wat heb ik dan aan zo'n roeiboot? Ik moet een containerschip hoezo, hebben. Hoezo? Wat heb je? Het is mijn piratenschip. Jij gaat sowieso... Dan regel je eigen containerschip. Ja, nee. Ik ben geen piraat. Ik hou me niet meer bezig. Containerschip heeft niks met piraten te maken. Je boten en alles. Ik plunder, dat is allemaal één potnat. Ik plunder containerschepen. Nee. Kijk, boten, één potnat. Kijk, weet je wat we nodig hebben is dus een haven. En ik denk dat jij dat wel kan fixen. Met dus heb jij überhaupt water hier? Ik heb, ja, ergens aan de achterkant daar. Maar ja, gewoon bij jou. Ik zal even de rechter zijn of daar weg water zit. Ik wil niet dat hier een haven komt. Oh, je hebt inderdaad water hier. Water. Oh, hier kan ik wel... Ik ga naar een piratenschip bouwen om altijd toezicht te houden op je stad. Nee, zeker niet. Nee, maar ik wil hier geen boten hebben. Dat mag jij allemaal hebben. Dat hoort bij jouw piratenleven natuurlijk. Oké. Maar ik zat dus te denken, bij jou, je hebt natuurlijk grote ruimte daar, grote open zee. Dus ik zat te denken, jij kan er een prachtige haven maken met allemaal kranen en... Dat is niet het piratenleven. Kijk, want ik moet hier nog mijn keuken en alles inrichten. Dus ik denk, dan kunnen mijn meubels daar aankomen. Dan kan jij ze even brengen. Ik ben het hier niet mee eens. Waarom niet? Jij bent letterlijk een piraat. Jouw leven bestaat al uit boten. Ja, uit boten, piratenschepen en... kleine roeiboten. Dit is een piratenschip wat ik heb. Het is geen roeiboot. En niet containerschepen met hijskranen. Dat bestaat allemaal niet in mijn tijd. Waarom bestaat dat niet? Omdat ik uit de piratentijd kom, Rick. Jij komt niet... Het is 2023, waar heb jij het over? Ik ben een piraat in 2023. Jij bent een stadsmens met een rood pak. Ja, ik heb me net de pak even aangetrokken, want ik wist dat je zou komen. Maar weet je wat het is? Ik ga geen containerschip bouwen. Daar komt het op neer. Waarom niet? Maar omdat ik daar geen... Gewoon niet. Ik ga geen containerschip bouwen. Maar wat ik wel wil doen, is heel simpel. Ja. Ik wil best wel een container aan je leveren. Eentje. Met meubels. Met meubels, prima. Dan moet het wel een hele grote container zijn, want weet je niet hoe groot dit huis wordt? Ja, één container met een aantal meubels en iets anders zit erin, oké? En dat is nog een verrassing wat erin zit. Oké. Maar, ik wil wel mijn Ender Egg terug. Waar is hij? Oké, die ligt op de meest geheime en beveiligde plek ter wereld. Daar is niet zomaar bij te komen. Mag ik zoeken? Jij mag niet zoeken. Hoezo want niet? Het ligt hier niet. Het ligt op een undisclosed. Ik ga even goed zoeken. Ik ga zoeken. Doet u dat maar even niet, meneer. Nee? Meneer. Zo, je bewaakt deze kamer wel heel erg hier. Ik loop even om. Nee, je bewaakt deze kamer wel heel erg. Nee, er is niks aan het handje. Wat is er? Meneer. Moet u niet een container bouwen? Kan je niet even aan de kant gaan? Mag ik dit ding hier even in? Deze piano is verkeerd. Nee, die moet nog gerestaureerd worden. Weet je niet hoe oud dit ding is? Dit ding is antiek. Nee, mag ik niet even kijken? Nee, ja, kijk nu met je ogen. Kan je vanaf de avond doen. Nee, blijf maar even... Oké, ik weet genoeg. Je weet genoeg. Oké, weet je, ik ga een container regelen. Geen containerschip, ik neem de middenboot. Hè, kijk, zelfs ik praat als piraat met botentermen. Ja, ik neem wel de middenboot. Het schip, het middenschip. Ja. Ik ga niet de containerboot aanleveren, maar gewoon een container met spulletjes voor jou. Oké. En dan is dat mijn welkomstcadeau aan jou, omdat jij hier als groot stadmens komt. Maar ik wilde één ding voor terug. Ja. En dat is twee dingen voor terug.
Ja. Mijn Endrek. En dat er zo snel mogelijk een pad naar de winkelvallei wordt gebouwd. Want met een nether hierheen ga... Ja, ik weet het, ik weet het. Dat is allemaal in drukke aanbouw. Maar ja, jullie hebben allemaal zo'n zielig graspaadje. Oh, jij gaat zeker ik wil natuurlijk een groot geasfalteerd pad hebben. Gewoon met waar ik gewoon met een auto gewoon langs... Ik heb natuurlijk een dubbele garage. Dus dan kan ik gewoon mijn auto zo vroom, die kant op. Oh, maar vanaf een bepaald punt. Ik moet wel ergens halverwege moet hij wel met de winkelvallei matchen. Ja, op een gegeven moment. Hij moet zeker, natuurlijk zeker. Wel... Okay. Maar ik kan zeg gewoon mijn snelweg maken en dan gewoon een afslag naar een afslag naar het winkeleiland. En daar wordt het gewoon in één keer... Winkelvallei, hé jongeman. Ik vind het een eiland. Het is, ja, we leven op één groot eiland, een groot precies. continent. Maar goed, maar je kan op zich met je roeiboot kan je hier wel doorheen. Er ligt hier een beetje water. Oh, dat wordt wel echt een flinke brug dit, trouwens, naar de overkant. Ja, dat wordt mooi, hè. Maar dat als je dus een flinke brug. Ja, maar de brug, dat komt wel. Als jij hier dus met je roeiboot zo langskomt, dan kan je met een kraan, kan je hem zo hierbovenop tillen. Als je hem dan hier ergens neerzet, die container, dat zou top zijn. Roeiboot, dat is gewoon een piratenschip. Ja, maar er zitten toch van die dingen aan om te roeien? Nee, die zitten niet. Weet je, zoek het uit. Ik ga hier op deze plek een container voor je leveren. Ja. Dan wil ik mijn Ender Egg terug en dat er een pad komt, oké? Hebben we dan een deal? Ja, dat is goed. Dat is een deal. Heb je een contract als zakenman? Nee, ik heb geen contract. Natuurlijk niet. Ja, gelukkig, want ik ga het toch niet doen. Nee, grapje, ik ga het wel doen. Je bent een piraat, okay. Ik ga geen zaken met jou doen. Al... Geen zaken doen, we hebben zojuist een zaak, we hebben zojuist iets, een deal afgerond. Geen verdere zaken, zei ik. Oh, verdere zaken. Goed. Is van geen mijn bed. Nee, hé. Hey. Jawel, dit is... Piraat. Ter... Geef maar dit even is terug. Borg tot de tijd dat het geregeld is, oké? Okay? Dit is mijn bed. Dit is Borg. Je doet het er maar mee. Dit is Borg. Totdat de deal rond is, is dit mijn Borg, oké? Okay? Nee, dit is onacceptabel. Ja. Weet je wat ook onacceptabel is? Die roeiboot van je. Je moeder. Zo, meneer Force en ik hebben een deal. Ik moet een container aan hem leveren. Wat erin zit, ga ik ook nog even niet tegen jullie zeggen, jongens. Dat is nog even een verrassing. Er zitten een paar meubeltjes in natuurlijk. Maar ik wil er wel iets leuks in doen om Rick natuurlijk weer te verwelkomen. Hij was eerder in het continent. En hij is een beetje even op zakenreis geweest, zoals hij in het boekje heeft verteld en zo. Hij is een tijdje weg geweest op excursie naar vele delen van de wereld, bla bla bla. Dus het is nu tijd... om Rick weer een welkom terug cadeautje te geven. En ik ga nog niet zeggen tegen jullie wat het is. Anders gaan jullie dat natuurlijk weer onder zijn video's in de reacties zetten. Ik ken jullie inmiddels wel langer dan vandaag. En wat ik denk, jongens, is... hij was wel heel voorzichtig met die piano. Dus ik gok dat hij in die piano ergens... waarschijnlijk mijn Ender Egg had verstopt. Het was echt puur omdat hij daar... Hij was zo beschermend richting die ruimte. Goed, laten wij even mijn basis ingaan. Even op. Zo, dan doen we een barrel eventjes... Oh, meneer, godverdamme, Rick. Al die bordjes waar ik overal, die halen we ook weg hier. Plaatsen wij even een barrel. Oh, die is hier, die heb ik al. Ah, laat maar dan. Dan gaat deze barrel overboord. Doei! Dan wil ik even hier een beetje een archief van maken met alle boekjes. Dit was het boekje die over Benny ging, die vermist was. Dan doen we Rikse Better hierbij. Eigenlijk moet ik die ook even renamen. Dus laten we eventjes hier naar beneden gaan. Waar heb ik hier Enfields verstopt? Oh, hier staan ook nog zoveel bordjes van Rick. Gadverdamme. Gadverdikkie dori. Volgens mij heb ik al een Enfil hier beneden. Nog een bordje. Jemig, hé. Volgens mij heb ik hier wel een Enfil. Ah, ja, kijk hier. Hier. Doen we hem even. Bed van meneer F. Hoppakee. Bed van meneer F. Gaan we terug naar de kapiteinshut. Leggen we het bed van meneer F. Leggen we bij het boekje zo. Hoppakee. Nou, jongens. Dan kan ik dit een succesvolle aflevering genoemd. We hebben niet alleen... een boot gebouwd, maar we hebben ook zaken geregeld met die stomme, gore meneer F. Gaan we even mijn bootje hierin, want het is tijd om mijn nieuwe boot op te gaan. Oftewel... de vliegende knalboot. Ik heb hier even een geheim simpel ingangetje naar binnen gemaakt, hier zo. Hoppakee. Oh ja, overigens zit nog heel veel water in, jongens, dus dat moet ik eerst even eruit halen voordat deze boot een keer kan varen. Dat is ook een beetje stom. Zo, we zijn op de vliegende knalboot. Even een belletje lellen? Belletje... aan de bel trekken. Gaan we achter het stuur staan hier. En dan is het officieel tijd om de nieuwe Content Venus te halen, jongens. Ik moet even kijken of ik nog met de boot langs meneer KB moet varen, want volgens mij wilde hij heel graag mee de Content Venus ophalen. Dus dan zal ik nog even langs gaan. Maar wie de Content Venus gaan zijn, gaan jullie in de volgende video zien. Want het begin van de volgende video is gelijk met de nieuwe spelers. Dus het gaat heel spannend zijn dit. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Venus deel. Hierin heeft meneer even ingebroken in mijn piratenboot. Zeker even waard om te kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.